chico heavy low, a living life so many sorbu giden na in srana. No den tag you awa, e den ki sweet srana, pi ala ya no man forgiti na pres pe umeta. So many neti saini praxeri, du no mas ridi. Absale guinti, uno me archi, so many arizale, uatra quebu soso, sa ukandu, ai misranan, mi lobi. Goedemorgen vanuit Sweetie Zranang. Mijn naam is Gloria Botse met de Morning Show Travasde. En namens onze collega's van Razonic Media en Travasde heten wij u van harte welkom ook deze vrijdagmorgen 13 september. En ik ga het doen zoals Harry Jongloy het deed vroeger, way back. Die zei altijd op deze manier: Archimang, ina foto, abrawatra, avans peunde. Travasde, Nangarasonic TV en Baruan Biggie Odi. Voor degenen die vandaag jarig zijn, hiep, 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 hoeré! Van harte gefeliciteerd en wij hopen dat u een fijne dag heeft met allemaal gezelligheid en met bruine bonen. Degene in de gevangenis, aan u heel veel sterkte en dat u daar in het vervolg betere keuzes mag maken, want het lijkt me geen pretje om nu daar te zitten, warm, in one kleine cel, nou, weet ik veel om in sma. Degene in het ziekenhuis, ook aan u heel veel sterkte. Denk ik aan Lucien, die sinds vorige week is opgenomen in het ziekenhuis. En die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Ik was daar gisteren bij hem in het ziekenhuis. Dus mensen, laten we allemaal even aan hem denken. En hopelijk dat hij snel weer naar huis mag. Live in de uitzending vandaag dus. En de mensen die een geliefde zijn kwijtgeraakt, ook aan u heel veel sterkte. Fuwaka Bita Passi. Degene die laatst betrokken was bij de aanrijding op Kommerwijnen. Eén persoon was op slag dood. En de andere is gisteren, dacht ik, overleden. Alsnog helaas overleden in het ziekenhuis. Twee doden te betreuren. Best wel heftig. En veel sterkte aan de nabestaanden. Goed, met Lucien gaat het een beetje beter. Ik ben gisteren geweest naar het ziekenhuis. Je weet, Lucien, die hebben wij geholpen ongeveer 2 jaar geleden om te gaan naar Columbia. Zodat hij zijn hersenoperatie kan doen. Toen was het nog goed. Columbia ontving ons nog, ondanks de schuld die wij toen hadden. Maar helaas is Armilov nu niet meer echt, kun je er gebruik van maken. Maar Lucien maakt het goed, alleen nog steeds aan het sukkelen met zijn gezondheid. Men weet niet wat er allemaal aan de hand is. Dus hij kreeg steeds bloed. Ik ben gisteren geweest om wat spulletjes voor hem te brengen. Want hij heeft erg honger. Dus ze kreeg daar maar 3 keer per dag eten. Dus hij vroeg: ma, kunt u wat soep voor me brengen? En wat kakastong, want zijn bloeddruk was een beetje laag. Dus dat heb ik gistermiddag even gedaan. Maar hij maakt het dus redelijk. Die baby is met zijn ouders naar Columbia vertrokken en hopelijk deze week wordt zij geopereerd. En laten we hopen dat het ook daar goed afloopt. En dat we eindelijk eens een keertje de schuld gaan afbetalen bij Columbia. Waardoor mensen gebruik kunnen maken van die regeling om voor onderzoeken en voor operaties die niet hier gedaan kunnen worden, alsnog kunnen vertrekken naar het buitenland. Weet je hoe erg het is als je dan ziek bent en je kunt nergens heen, maar je weet dat daar is er hulp. Maar omdat je geen geld hebt, kun je nergens. Nou, lijkt me erg. Dat gebeurt natuurlijk ook in heel veel andere landen, in Haiti of in Afrika, waar je ziek bent en je nergens naartoe kunt, omdat er de middelen er niet voor zijn. De middelen waren er in Suriname, althans die regeling was er met Colombia. Op een of andere manier, van wie geweet erom, een slecht beleid, is er nu een schuld en Colombia zegt: ah, wij doen het niet meer. Cash betalen, meneer, gelijk vooruit betalen. En dan willen we wel helpen. Dus ja, jammer. Goed, goedemorgen nogmaals aan iedereen. Cindy is er weer bij, Hanna is er weer bij, Anita Latschman, Cindy, Jeannette ook uit, die op vakantie is vanuit Tampa, Florida. En geniet van Sweetie Suriname. Het is ook heel mooi om hier te zijn.
Goed, gisteravond was ik aanwezig bij de lezing van de VES. En het thema was criminaliteit en de impact die het heeft op de economie. De inleider was de korpschef Brian Isaacs. En de panelleden waren de heer Hiralal, die is een producent van levensmiddelen. Mevrouw Isaias, die is van de verkeersvrijwilligers. En mevrouw Wonnie Boudou, natuurlijk econoom en ex-minister van Financiën. Druk bezocht was het. De inleider, dus de korpschef, heeft zich met name gericht op de cijfers van de criminaliteit. Wat ze doen, met wie ze samenwerken. De berovingen, aantal levensberovingen met name. De oplossingen, zeg maar, opgeloste en niet opgeloste. Taken van de politie. Eigenlijk dingen die we wel weten, maar goed, die nog eens een keertje belicht zijn geworden. En waar hij zegt van ja, in plaats van dat we een helikopter gaan investeren om een helikopter te kopen, kunnen we liever investeren in schoeisel, in manschappen, in diepte onderzoeken. Hè, dat je dus daar echt mensen gaat opleiden. En dat hij afgelopen maanden gesprek heeft gehad met collega's uit de regio. En die zijn verbaasd over onze lage levensberovingencijfers. Nou, laten we het alsjeblieft zo laag houden. Ik vond het al te veel. Elk leven dat genomen wordt door een ander is al te veel. Volgens mij hebben wij 50 levensberovingen ongeveer per jaar. In Jamaica is het veel meer, 100 zoveel of 500 zoveel. In Trinidad hoger. Dus Suriname is op dat gebied, dan kun je zeggen, nou, dan zijn we de beste jongetje uit de klas. Maar daar hoeven we niet trots op te zijn. De impact die de criminaliteit heeft op die economie was erg belangrijk. Om mevrouw Boudou heeft het ook met name goed uitgelegd. Is dat het, dat was de heer Isaacs inderdaad, die gisteren vertelde over wat er precies gebeurt en wat de politie allemaal niet doet. En mevrouw Boudou die heeft het eigenlijk een beetje uitgelegd van de criminaliteit is, ja, de negativiteit ervan. Hè, de mensen investeren dus minder. Maar ze zei ook, dus de andere kant ervan is dat je dus meer werkgelegenheid hebt, want er komen meer securitybedrijven. Er worden meer camera's verkocht. Er worden meer ijzeren toestanden, dingen, beveiliging gekocht. Is dat een spin-off die wij willen? Nee, niet echt. Dat is niet waar we naartoe willen. Dus die criminaliteit heeft wel degelijke impact op die economie. Daarnaast hebben we die criminaliteit ook in het verkeer. Het is ongekend hoe mensen zich als criminelen gedragen in het verkeer. En daar is het ook met name over gaan dat je die handhaving en die controle te wensen overlaat. De meeste mensen, hun vragen gisteravond waren ook echt meer gericht naar de heer Isaacs. Om te praten over en te vragen te stellen over, ja, maar wat doen jullie aan die controle? Doen jullie dan boete uitdelen? De buschauffeurs die rijden daar op de Indira Gandhiweg gewoon op het fietspad. Wat doen jullie dan? En ja, eigenlijk zie ik, ik heb het eigenlijk nog nooit gezien. En hij zegt, ja, daar zijn ze mee bezig. Dat wordt wel eens gedaan. En, want je moet natuurlijk die inkomsten, die kun je ook helpen inzetten om je materiaal te verbeteren, om je trainingen naar een hoger niveau te tillen of om schoeisel aan te schaffen. Maar er gebeurt op dat gebied, voor die burger althans, vrij weinig. En er werd gevraagd naar data. Nou is iets, een van de dingen in Suriname die wij niet zo geweldig doen, is data verzamelen. Waar je dus kunt kijken, oké. En mevrouw Boudou legde het uit, je moet die data ook vertalen naar de waarde ervan. He, want alleen maar zijn drie berovingen geweest, maar wat is de waarde geweest? Hoeveel is daar gestolen? Is er een bromfietser bijvoorbeeld gestolen? En hoeveel kostte dat? Is er een huis geroofd? En hoeveel was dat? Wat zijn ook de immateriële schade die mensen hebben ten aanzien van hun, de trauma die ze oplopen? Is natuurlijk belangrijk ook om te vermelden. En wat ik nog niet zo, hoe zeg je dat? Niet zo, wat mij betreft niet zo goed uit de verf komt, is die discussie tussen de panelleden. Het heet een paneldiscussie, maar ik mis die discussie tussen dat de ene zegt A, hè, dit is haar stelling geweest of zijn stelling, en de ander heeft een eigen stelling en je daar met elkaar over in gesprek gaat. Dat is nog niet helemaal dat uit de verf komt en dat vind ik dus jammer. De vragen uit het publiek waren nogmaals gericht over de ontevredenheid, het onveilig gevoel dat men heeft in Suriname. Dat men zegt van ja, mensen gaan ook niet investeren als je environment onveilig is. Als er onvoldoende aan wordt gedaan of wordt
verteld wat er wordt gedaan, echt letterlijk, om die veiligheid te garanderen. Mensen hebben gevraagd om een educatief programma, die we vroeger hadden, dat er regelmatig op de televisie, voor mij wekelijks, programma's waren om mensen die educatie te geven, waar ze op moeten letten, ook in het verkeer. Mensen vragen zich af, wat gebeurt er dan met de boetes, waar gaat het naartoe? Dus ja, het is met name op het strafgebied meer aandacht besteed, in een mindere mate aan die impact die het heeft op de economie. Als je in een land woont waar er heel veel berovingen zijn, mensen worden mishandeld en geld, laatst ook weer eergisteren, dacht ik iemand van 120.000 SAD meegenomen, die was in een winkel of zo, in zijn kantoor meegenomen. Als je dat leest als investeerder in een ander land, ja, dan ga je niet komen om te zeggen van ik wil in dat land investeren, want de veiligheid is niet gegarandeerd. Daarnaast gaf de heer Isaacs ook aan dat wij te veel nog met cash werken. We zouden veel meer giraal moeten gaan doen. We hebben nog te veel te met geld rondlopen. Water is het belangrijk voor burgers die het niet hebben en hetzelfde geldt ook voor controle. Nou, dat is, zegt meneer Prakash, en dat is dus inderdaad die controle en die handhaving ontbreekt. Omdat er te weinig manschappen zijn en iemand stelde de vraag, klopte dat er zoveel manschappen eruit uit het korps zijn gehaald ter beveiliging van ministers en president? Daar was er niet echt een antwoord op. De economie floreert niet als er hoge criminaliteit is in je land. Men komt niet om te investeren. Dus wil je je economie goed draaien, dus is niet alleen maar met productieverhogende maatregelen, heeft ook te maken met je veiligheidsbeleid. En dat komt onvoldoende naar buiten. Wat is onze veiligheidsbeleid? Ook zodanig dat investeerders het veilig genoeg voelen om te zeggen, oké, wij gaan richting Suriname, wij gaan daar onze mensen zetten, naartoe overbrengen. Niks aan de hand, de veiligheid is top, er zijn genoeg wijkagenten, want de buurtmanagers, meneer Isaacs die was heel erg tevreden over de buurtmanagers. Ik heb bijvoorbeeld met één een hele andere ervaring gehad, die niet ging na meldingen, verschillende meldingen. Een mevrouw uit de zaal die gaf dat ook aan, wij bellen en men zegt, ja mevrouw, leg uw telefoon maar neer, we kijken of we langs gaan. Dus er is bij die burger onvoldoende het gevoel dat de politie zorgt voor veiligheid. Of luistert, of adequaat reageert. En ik denk dus dat daar een taak is, ook voor het korps, om ervoor te zorgen dat de mensen zich veilig voelen. Goedemorgen, zegt meneer of mevrouw Trevor. Hadden ze het niet over de jas- en das-criminaliteit? Dat brengt veel meer trauma voor de bevolking. De gasten krijgen hoge posten op den duur. Daar is ook over gesproken. Hoe zit het met die witte woord criminaliteit? Dat mensen die gewoon... Kijk, de politie, wat de politie doet, is natuurlijk onderzoek doen naar. Het is de PG die gelast om bijvoorbeeld iemand op te gaan pakken dat we die persoon moeten brengen. We hebben nu in de gevangenis bijvoorbeeld nog steeds de ex-directeur van Postsparbank zitten. Cromosuto, denk ik, als ik het goed heb. Of zo, maar geef ik die meneer een naam. In elk geval, de ex-directeur zit vast. Dan hebben we ook de heer Hikwalidi van Telesur, die ook nog vast zit. Dat zijn mensen op hoge posities die op een of andere manier zodanig misbruik hebben gemaakt van hun positie, dat ze dus de staat miljoenen hebben bestolen. En die mensen, inderdaad, zoals meneer of mevrouw dit zegt, die krijgen vaak weer, hebben hoge posities. Daar is ook over gesproken, maar niet uitgebreid ingegaan. En ik denk dat dit eigenlijk een verdieping behoeft. Dat we gaan praten over, oké, wat ook die taak is van de politiek en natuurlijk van de burger, om te weten op wie stemmen wij, wie zijn de mensen, wat zijn hun credentials, wat zijn hun wapenfeiten. Dat je gaat zoeken die antecedentenonderzoek. Ook bij de politie is er waarvan we weten. Ook een paar keer dat mensen zeggen van ja, de politie hebben ze betaald een tjoekoe en dan konden ze doorrijden. Ook dat is belangrijk om ervoor te zorgen. Dat je die veiligheid en het gevoel van veiligheid terugbrengt naar die samenleving. Alleen praten en te vertellen door data, het is ook belangrijk natuurlijk. Maar dat geeft niet mij het gevoel dat
dat ik veilig ben. Ik denk meer politie op straat. Adequaat reageren op meldingen. En ik zeg niet dat ze het niet doen, want je zal maar zitten in ver weg staan, ergens in het binnenland. En maar met 1 of 2 man zitten en nog steeds op het werk verschijnen, nog steeds proberen om daar die veiligheid te zorgen. Maar die economie leidt eronder. En daarom is het belangrijk om criminaliteit beleid te hebben, bestrijding beleid te hebben. Hoe doen andere landen dat? Ik weet niet of ze dat dingen, meneer Isaac zegt, heeft regelmatig contact met zijn collega's. En ik weet niet hoe het in andere landen doet en hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden. Hebben andere landen last van criminaliteit? Jazeker, is het alleen Suriname helemaal niet. Alle landen, de hele wereld heeft daar last van. Echter kun je kijken van wat gaat werken voor jouw land. Die kleine populatie die wij hebben, moet het mogelijk zijn om het goed te regelen. Even kijken. Sharda zegt goedemorgen. De brutaliteit en wil om te roven en zelfs te moorden is beestachtig. Want vaak steelt men niet alleen je geld of sieraden. Ze takelen je ook af en vermoorden je ook nog. En dit is toch echt een keuze die wordt gemaakt door deze criminelen. Dat is van een geheel andere dimensie. Nou kijk, ik kan me voorstellen, als je als moeder of vader van kinderen en je hebt geen eten, dat je in de winkel gaat om bijvoorbeeld eten te stelen. Praat ik het goed? Nee. Begrijp ik het? Ja. Want je wil eten. En ik denk dat dat een andere vorm is van criminaliteit dan iemand die op een positie zit en ziet dat er miljoenen overgemaakt kunnen worden voor een bepaald project, maar besluit het niet helemaal te gebruiken, maar voor zichzelf te gebruiken of andere vriendjes. Of dat er niet voldoende wordt geboet als iemand op een bepaalde manier rijdt. Ik heb u verteld, ik begin dit jaar ben ik meegeweest met de politie om te controleren bij de vrachtwagens. Dus de zware vervoer, zeg maar, transport. En ik had het al een keer gedaan vorig jaar met Ernest Alvarez, maar we hebben het toen dit jaar gedaan met de politie erbij. Nou, het is om te schrikken. Als je ziet wat en hoe de toestand, de staat is van de vrachtwagens. Dat is ook crimineel gedrag. Want je gaat die weg op en je zorgt dadelijk ervoor dat mensen doodgaan. Dus je moet een beleid gaan hebben. Dat gaf mevrouw Isaias ook aan. Daar is ook crimineel gedrag binnen het verkeer. En wij maken allemaal gebruik van het verkeer. Of we gaan te voet op de fiets of in de auto of in een vrachtwagen. Maar alles wat we doen heeft met het verkeer te maken. Dus je moet ervoor zorgen dat je verkeer ook als zodanig wordt ingericht. Dat je zorgt voor veiligheid en dat je ook gaat beboeten. Dat mensen niet kris en kras kunnen staan op die wegen. Criminaliteit heeft wel degelijk een impact op je economie. En dat is onvoldoende, zeg maar, uit de verf gekomen, vind ik zelf. Hoe ga je dat aanpakken? Hoe ga je ervoor zorgen dat dat ervoor kan bijdragen... dat die economie van ons weer gaat floreren? Want waarom ga ik investeren ergens in een buurt waarvan ik weet ik word 3, 4 keren beroofd? Dat ga je ook niet. We hebben het laatst gezien, ook in Albina, door het feit dat mensen gingen protesteren, werden ondernemers ook gedupeerd. Ja, is dat criminaliteit? Nee. Maar het zorgt wel voor een neerslag op die economie. En daarom moet je een beleid gaan uitrollen. Dat ervoor zorgt dat die economie in elk geval ook op dat gebied geen stoornis ervaart en ondervindt. En hoe doe je dat? Ja, dan moet je met de stakeholders, zoals ze dat mooi zeggen, in Suriname gaan praten. Kom met een beleid. Ga kijken hoe andere landen het doen. En wat ze niet goed doen, neem het niet over. Maar wat ze wel goed doen, neem dat over. En zorg ervoor dat we in elk geval onze economie niet leidt onder de criminaliteit. Want nu ga je niet meer investeren, want je denkt, nou, ze gaan wel geld stelen. Ik wil graag meekijken, maar heb weer geen beeld. Ligt het aan mij of hebben meerdere mensen er last van? Ik denk dat het aan jou ligt, Anne. Misschien kun je eruit gaan en weer erin, want ik heb wel beeld en ik zie niet dat andere mensen daarover klagen. Het is wel zo dat de grote dieven, zegt Doski, dit gedrag al als kleine dief geleerd hebben. Dus wat je eigenlijk bedoelt, die kleine criminelen, die worden vaak, die worden verleerd. Hè? Die gaan van de eerste klas naar de zesde klas en die zijn dadelijk. En daarom is je beleid ten aanzien van straffen, zou je ook misschien moeten gaan herzien. Want ik zal je vertellen, je zet een first-time offender, zet je
tussen mensen die al vaker in aanraking zijn geweest met de politie. Je zet die ertussen en ze leren van alles daar, hè? Ze komen als volleerde criminelen eruit. Dus misschien is dat ook om te gaan kijken. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de first offenders niet mixen met die doorgewinterde criminelen. Maar zorgen we voor een andere opvang voor hun. En een andere training. Zodat wij misschien op die manier kunnen voorkomen dat ze recidief gedrag gaan vertonen. Dat ze weer in de fout gaan. Ook, want nu gooien we alles bij elkaar, hè, in de gevangenis. En eigenlijk blijkt het toch niet zo. En dan kunnen we de hele wereld bezien. Niet zo een goede methode is om ervoor te zorgen dat criminelen niet weer vervallen in hetzelfde. Dus ook misschien ook beleid om daarnaar te kijken. Gloria, heeft men ook gesproken om aan de voorkant te beginnen. Dus proberen te voorkomen dat er drop-outs zijn. Dus samenwerking ook met het ministerie van Onderwijs. Kansen creëren aan de vrij kansarmen enzovoort. Dat is de basis, lijkt mij, scholing. Inderdaad, dat is niet te sprake gekomen. Maar dat is wel inderdaad een hele goeie. Mevrouw Nuraika Linsgeer. Om inderdaad te gaan zeggen, je moet vrij jong beginnen. Daarom had men het gisteren over die educatie. Van in hoeverre, dat had je vroeger, ja, hadden we tante Jacqueline en nog een andere meneer. Dat je dus elke keer had je die educatie op de televisie. Nou, misschien inderdaad een manier om het ministerie weer bij te brengen. Dat je weer naar scholen gaat. En dat je daar dingen laat zien en daar vertelt. En dat je daar meer die awareness kweekt. Dat het eigenlijk toch niet loont om als crimineel te noemen. Maar we zien de grote bazen, die witte borden criminaliteit, die varen er wel bij. Die hebben wel allemaal dure auto's en geld op de bank, omdat ze het via slinkse wegen hebben gevonden of gestolen. Laat maar niet zeggen gevonden. Iedereen praat over de economie, zegt Jersinho. Maar dat gaat nooit op. Maar dat gaat nooit op het vereiste peil gebracht worden, zolang men bestuurlijk de grondwet op orde brengt. Aha, dat heb ik gisteren ook gezegd. Zoals wet openbaarheid van bestuur en anticorruptiewet. Want momenteel blijft men misbruik maken van het grijze gebied, waardoor wanbeleid en corruptie geen consequenties hebben. Helemaal mee eens. En zolang dat niet rechtgetrokken wordt, gaat het economisch ook nergens heen. En vooral mocht er oil en gas op gang komen. Ja, dat is waar wat meneer Jersinho hier zegt. Je moet natuurlijk inderdaad die wet openbaarheid van bestuur. Moet je nog eens eindelijk eens een keer gaan doen. En dat, daar zal ik op terugkomen in mijn volgend onderwerp. Maar het is waar. Je hebt geen wet openbaarheid van bestuur. Er is geen anticorruptiewet. Dus wat doe je? Er zijn geen consequenties verbonden. Ja, er zitten een paar in de gevangenis. Maar verder komen ze eruit. En ik vraag me af, is er beslag gelegd op gelden? Dat weet ik niet. Rip ze helemaal van alles wat ze hebben. Ja, klinkt vervelend, maar dat zou ik dus wel doen. Want u bent komen stelen. U heeft gestolen niet alleen maar van de buurman bijvoorbeeld, maar u heeft van het hele land gestolen. En daardoor hebben we weer minder inkomsten. Doski zegt, ondernemers in Albina hadden ook last van de stroomstoringen. En die onderneemster vertelde over haar diepvrieskast die het regelmatig niet doet en zij nergens winst kan derven. En van mij hebben ze gezegd, mensen die regelmatig of hun apparaat stukken zijn gegaan, volgens mij krijgen ze compensatie. Ik kijk even naar mijn collega, klopt dat? Is dat gezegd? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Maar ik denk dat je compensatie moet geven. Ik heb begrepen gisteren van een collega van Sunweb dat alles nu weer in orde is op Albina. Laten we hopen dat het zo blijft. En daar wil ik ook nog eens iets over gaan zeggen. Alexandra da Costa zegt, ik vraag me nog steeds af welke boete op doodslag of verminking staat jegens de onschuldige burgers in het verkeer. Daar hoor je nooit iets van. Nee, je hoort 10 jaar, 8 jaar geëist en verder inderdaad niets. Soms gaan kinderen die een aanrijding hebben veroorzaakt met dodelijke afloop, worden gauw gestuurd naar het buitenland en dan hoor je verder ook niks. En mensen worden gestraft en dat dit, hè? Maar er is geen compensatie. Even kijken hoor, sowieso. Oeps, sorry. Ja, oké, dat waren de opmerkingen volgens mij. Mevrouw Botsen zegt,
Zadu Edgar, wij zijn de criminelen. Nee, wie zijn de criminelen? Het zijn mensen die in het bedrijf werken. Sorry hoor, er zit geen punt en komma, dus ik moet, anders ga ik gek lezen. Wie zijn de criminelen? Vraagteken. Het zijn mensen die in het bedrijf werken, alles opnemen, hoe de gang van zaken. Kijken waar hun baas zijn geld, hoe laat gaat, baas weg, tips worden gegeven en zodoende. Oké, wat de meneer Edgar hier zegt is, de mensen die criminelen zijn, die kijken bijvoorbeeld zijn op het werk en die loeken van, hé, je baas gaat nu weg en hij heeft zoveel geld in zijn tas. Hij gaat nu naar de bank, ik geef door aan whoever, hé, volg die man. Ja, ook dat steeds, ja, dat, ja, 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 dat kan. Ja, ja. Oké, Helga, ik lees je reactie wel hoor, dus ik weet niet wat er aan de hand is. Het is vervelend dat je bij jou je beeld buffert, het is lastig. Oké, gezegd hebbende over die anticorruptiewet en die wet openbaarheid van bestuur. Minister Ori heeft van de week aangehaald dat hij belangrijk vindt dat er een code of conduct komt ten aanzien van journalistiek. Dat mensen niet zomaar allerlei dingen roepen. En geen feiten, goede feiten weergeven, maar fake news verspreiden. Nou ben ik allemaal tegen, wij hier bij Rasonic, tegen fake news. Dan gaan we gaan niet mee in sensatie, we gaan niet mee in dingen te laten zien die helemaal of niet te controleren zijn. We gaan ons graag bij de feiten. Aan de andere kant is het zo dat er al een code of conduct is. Dat is dus die regels van de journalisten onder, het heet volgens mij, van Bordeaux. Waarin heel duidelijk van mijn 15 punten zijn opgenomen. Waar een journalist zich aan moet houden ten aanzien van het verspreiden van informatie. De feiten die hij goed moet geven, wederhoor moet doen. En dus ja, de minister wil weer een mediaraad is aangenomen tijdens Bouten. Er was er al sprake van. Een mediaraad is eigenlijk nooit van de grond gekomen verder. Dus ja, mediaraad. Maar ik denk dat de minister het meer bedoeld heeft over de mensen op social media. Die vaak fake news verspreiden. Of niet vaak. Wel, waar er regelmatig, ja, is ook vaak, fake news wordt verspreid. Ja, dat kun je niet controleren. Dat moet, is zeg maar een fakebook. Policy, wat zij daarmee doen. Het enige wat je denk ik kan doen als minister of als overheid, ervoor te zorgen dat je eigen PR goed werkt. Dat jouw informatie en transparantie er is en communicatie naar die samenleving. Waardoor als ik A hoor, ik weet zeker, want je hebt B gepresenteerd. Dus dan hoef ik niet te geloven wat meneer A me zegt, omdat jij als minister, jij als overheid ervoor gezorgd hebt dat die communicatie er is. En daarom is die wet openbaarheid van bestuur zo belangrijk. Want als wij kunnen gaan naar zo'n minister en moet zeggen van mag ik even dit en dit zien. Dan hoef ik niet te luisteren of te kijken naar fake news. Want we kunnen het zo opvragen. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, meneer Ordi, maakt u zich hard voor die wet openbaarheid van bestuur dat die er komt. Zodat alle informatie er is en opgevraagd kan worden. Zorgt u ervoor dat we stoppen met onze het schrijven alles handmatig doen. Maakt u zich hard daarvoor dat we dingen gaan intoetsen in de computer. Dat er data is. Daar zou u zich op beleid daarover. En social media, dat kan je niet beheersen. En hoge bomen vangen nou eenmaal veel wind. Op alles ingaan wat mensen over je zeggen als minister. Ik zou zeggen, laat gaan als het niet waar is. En als er onwaarheden wordt verkondigd, zorg u dat uw eigen PR-afdeling in elk geval ervoor zorgt dat die informatie die naar buiten komt, juist is. Nou, dan is er denk ik niks aan de hand. En soms natuurlijk maken wij ook als media fouten. Zijn we misschien te snel met het nieuws of we geven onvolledig. Dat gebeurt, ja. Zijn we perfect? Nee. Dus ook daarin gaan we wel eens even scheef. Maar is dat standaard? Ook niet. Dat is ook niet waar. En nu, hij heeft bij die beëdiging, bij die opleiding tot journalistiek, hè, was het? Die kunst en zo. Het is niet alleen maar journalistiek, toch? Maar daar heeft hij dus eigenlijk gebruik gemaakt van het podium om dat te zeggen. En ik had het mooier gevonden als hij had gezegd, nou, en ook wij als ministers, ook wij als overheid moeten ons houden aan een code of conduct. Ook u als VP, ook u als president, ook u als minister. U kunt niet van alles roepen en zeggen.
tegen journalisten of tegen betogers. Ook u heeft een code of conduct. Ik zou zeggen, laten we eerst intern gaan kijken hoe uw code of conduct is onderling. En of als u onbeleefd praat naar journalisten of antwoord teruggeeft, is ook niet netjes. Ook fatsoensnormen horen ook daar bij de ministers, horen ook bij een president, horen ook bij een vicepresident. Ik ben all for a code of conduct. Ik hou van regels. Bilobazanati, no kombrujazani, lonkon zomaar. En soms moet dat even. Je buigt de regels, dat kan. Dat zal ik ook af en toe hebben gedaan en zal ik het zeker ook nog wel eens een keertje doen. Maar als we praten over fatsoen en over regels en over goede dingen, dan moeten we dat ding helemaal breed pakken. Dan gaan we zeggen, laten we ook een code of conduct hebben. Hoe gaan we om met elkaar wanneer we in gesprek zijn met elkaar? Ook al stellen journalisten u lastige vragen. Dat u ook nog beleefd blijft in het antwoord geven. En niet bijvoorbeeld beledigend antwoord geeft. Code of conduct. Laten we het breed pakken. Laten we zeggen van, hoe gaan we met elkaar om, inderdaad. Witte brood, witte borden, criminaliteit witte is van alle tijden. En af en toe wordt een enkeling daadwerkelijk gestraft als voorbeeld. Maar daarna gaat het weer gewoon door. Ook op dit niveau dekt men elkaar. Ja, dus één persoon die gaat voor allemaal zitten. En die houdt zijn mond, die snitcht niet. Zoals mijn jongens nooit zeggen, mama, we snitchen niet. Dan krijgt iedereen straf. Dat doen ze dus niet. Ze zitten 5 jaar of 10 jaar en daarna gaan ze eruit en kunnen leven als lord in Frankrijk. Moraal is ook hier ondergeschikt. Voor geld doen velen alles. Vooral de top elite van de wereld. Het is gebleken, het is geen leugen. Hand in eigen boezem steken, zegt Helga. En vooral degene die een groot voorbeeld horen te geven. Ja, ik denk als je daar zit als whatever je bent, vicepresident of als minister of als president, hoor je altijd correct te zijn in je beantwoording van vragen, in je geven van informatie. Nou moet ik niet zeggen, kan ik niet zeggen dat ik ooit het heb meegemaakt, dat ik onbeschoft ben beantwoord of zo, dat kan me niet herinneren. Maar, ik denk, regels, ja, belangrijk. Daarom ook voor de mensen die op Facebook actief zijn. Als u dingen leest, van wie dan ook, check your facts. Deel niet zomaar dingen door. Want dat zorgt voor inderdaad heel veel fake news. En dat is niet wat we hebben. We moeten niet zorgen voor polarisatie. We moeten juist die samenwerking met elkaar aangaan. En zorgen dat die democratische staat overeind blijft staan. En als je fout bent geweest, of je hebt gestolen, of je hebt geld verduisterd, of je hebt gefraudeerd, of whatever hebt gedaan, je hebt vermoord, dan betekent dat er een consequentie is. En wie u bent, maakt helemaal niets uit. Helemaal niks. We kunnen niet zeggen, oh, omdat u de dochter bent van wie dan ook, of van de president, of van een bekende voetballer, of van, I don't even know, van een bekende arts, of een grote ondernemer, dan gaan we jou niet straffen. Of je krijgt maar 1 jaar en we sturen je weer weg. Als een journalist alleen nog die dingen zou opschrijven waarin hij zelf gelooft, zouden de kranten leeg zijn. Ja, je moet natuurlijk alles brengen wat belangrijk is, inderdaad. Waar je interesse sowieso ligt. Vind je dat belangrijk om te vermelden, dan ga je daar aandacht aan besteden. Maar ik denk dat we blijven moeten ophameren op die wet openbaarheid van bestuur. Het zo belangrijk is. Waardoor ik als mediapersoon, als andere collega's, de journalisten, die hoeven dus niet moeilijk te doen en te gaan. Die kunnen zo gaan en die kunnen het opvragen. Want er is een wet, u kunt mij niet die informatie onthouden. Nu is er geen enkele wet. Nooit gedaan. Ik sprak laatst iemand ergens, ik was zo verbaasd, die alles goed sprak van wat er is gedaan ooit door een ex-president. En als ik hem vragen stelde, maar dit is toch ook niet geregeld? Ja, maar. En zolang wij zo selectief kijken, oh nee, het is Chan, dus alles van Chan is goed. Oh nee, het is Bouters, alles van Bouters is goed. Weidenbos goed. En hoe heet die meneer? Venetiaan is goed. Dan gaan we niets veranderen. Er zijn ook fouten die gemaakt zijn, die moet je corrigeren. En je kunt leren van de gemaakte fouten, van allemaal. En het bij elkaar brengen en zeggen, oké, dit gaan we op die manier doen. Jammer genoeg is dat niet het geval. Blijven we verdedigen. Wet openbaarheid van bestuur is er nog steeds niet, mensen. Nog steeds niet.
Je kunt nergens naartoe om informatie echt op te vragen. Je bent afhankelijk van wat de minister je wil vertellen. En dat is zo belangrijk om de juiste informatie te hebben. Daarom moeten we overgaan van dit naar computers. Dat het te tracen is. Want dit kan ik gewoon wegscheuren, dit blaadje. Nergens meer te vinden. En dat is wat er gebeurt. Dus ik denk ook, op basis van de ontwikkelingen die ik de afgelopen 10, 12 jaar, 15 jaar heb gevolgd, dan kan ik zeggen dat men bewust niet wil investeren in het digitale, omdat je daardoor minder kan stelen. Je kan minder zaken doorlozen naar anderen, want het staat nou eenmaal in het systeem. Net zoals met die persoon die 32 lonen per maand ontving. Kan je dat voorstellen? 32. Gewoon 32. Niemand heeft het ooit ontdekt. Is toch niet te geloven? Ja. Openbaarheid, wet openbaarheid van bestuur. Ik hoorde de DNA-leden die zeggen van alles druk maken en schelden op elkaar en een barbarie maken in het parlement. Ik hoor ze hier nooit een barbarie over maken. We hebben mevrouw Jenny Simons gehad. We hebben, wie was er voor? Wie was voor Jenny Simons voorzitter van het DNA? Zo lang geleden. Allemaal niet dat ze vragen van, hey, we hebben nu Marinus B. Vragen ze niet als voorzitter, dit moet op de agenda. Want de voorzitter volgens mij, de voorzitter bepaalt wat er op de agenda komt. Ja, die doet samen met de griffier. Waarom komt dit niet op de agenda? Waarom is er nog steeds geen aandacht voor? En dan kunnen we nu wel zeggen, we willen terugkomen volgend jaar. Zoals meneer Hikmat zegt, komen P, Fudusang. Die wet openbaarheid van bestuur heeft zich niet druk over gemaakt. U heeft zich nu druk over gemaakt over die wet opvanginstellingen van 2014 om te benoemen een raad van toezicht. Het klad, onvoldoende bemand om echt onderzoek uit te kunnen voeren, nog steeds bij sociale zaken. Openbaarheid van bestuur, wet openbaarheid van bestuur, zorgt ervoor dat we transparant zijn. Dat fake news gauw ontmanteld wordt, ontmaskerd wordt. Maar dan zeg ik nee, Lukuja, ik kan nergens naartoe. Ik ben afhankelijk van wat de directeur of wat de minister me wil vertellen. Maar die wet openbaarheid van bestuur, Brada, dan moet je laten zien hoeveel offertes, hoeveel dit is geweest, wat is er allemaal ingekocht. Dat kan ik zo zien. Maar we willen het niet. Niet deze niet en die van toen ook niet. En Jawal Prasad, was hij voorzitter? Somo Harjo, maar wie was voor Jenny Simons? Ja, ik weet het niet meer. Zo zie je, je gaat maar. Somo Harjo was voor Jenny tijdens Front? Want was het Frontperiode? Ja. Ja, en we plaatsen mensen op posities waar die totaal geen competentie hebben om daar te zitten. En zelfs ook mensen met competentie plaatsen op posities, kan blijken dat mensen in één keer hier anders gaan doen. En nu in één keer komen met allerlei wijsheden, maar toen ze daar zaten, heb ik die wijsheden niet gehoord. Daarom moeten we, want dat is ook wat mij betreft fake news, hè. Als u daar jarenlang heeft gezeten in het parlement, en ik heb u niet over een bepaald onderwerp constant horen praten, en ik hoor u nu in één keer praten erover, ben je voor mij onbetrouwbaar. Want waarom heb ik je toen niet gehoord dan erover? Heb ik je niet horen blijven hameren erop? En dan nu in één keer gaan we er. Dat is ongelooflijk. Het is gewoon ongelooflijk hoe dat gebeurt, hoe dat gaat. En we trappen erin ook, hè? We trappen er gewoon in. Daarom moet je kijken naar de wapenfeiten. Wat heeft u gedaan toen u daar zat? Hoeveel jaar bent u in het parlement? 15 jaar. Oké, wat zijn uw wapenfeiten? Heb ik u elke week horen vragen aan de voorzitter? Voorzitter, wet openbaarheid van bestuur. Voorzitter, wet opvanginstellingen. Voorzitter, anticorruptiewet. Ik heb u niet gehoord. En dan wil je me nu komen vertellen dat je het wel gaat doen? Hoezo zou ik je moeten geloven? Op basis waarvan? En daarom is het tijd dat we gaan naar binnenkort beginnen met debatten. De VES gaat het doen en we gaan kijken in hoeverre de media kan inspelen, samenwerking kan doen. We moeten echt gaan laten de mensen met elkaar in debat gaan. We kennen dat systeem ook niet in Suriname. Laten we misschien dat gaan introduceren. En gaat u met elkaar in gesprek en kom mij vertellen concreet wat u gaat doen, wanneer u het gaat doen en hoe u aan het geld komt. En waarom u het niet gedaan heeft toen u in die positie was.
Dat wil ik met name weten. Want als je nu hebt, is het in één keer, hoe noemen ze het? Voortschrijdend inzicht. In één keer ben je nu wel wakker. Ja, onbetrouwbaar. Wat mij betreft is het... Net zoals we zo... Het is gewoon triest dat de wet er niet is, zegt Helga. Het is zeker bewust niet overgaan tot een digitale zin. Ik is mijn conclusie op basis van deze feiten dat men niet wil investeren in digitalisering. Zodat we nog allemaal kunnen blijven rommelen en stelen en de boel belazeren. Nog steeds. Kunt u mij vertellen waarom het nog steeds niet geregeld is? We willen niet, toch? En zo... En als je dat zegt, hè, dan ben je, oh, je bent gewoon tegen die, je bent gewoon voor die. Ja, nee, ik noem feiten. Nooit geregeld, mensen, nooit. En niet ook onder mensen die zeggen van, ja, we willen voor ontwikkeling. Niet geregeld. En nu in één keer praten? En daarom zou ik zeggen, kiezers, check de wapenfeiten. Wij geven geen advies voor wie u moet stemmen. Maar mijn advies zou zijn, check de wapenfeiten. En op basis van wapenfeiten maakt u een correcte keus. Wij natuurlijk gaan deze ontwikkeling, want volgend jaar zal het vanaf januari denk ik beginnen voor Doos. Hè? De campagnevoering en dat soort dingen zullen we beginnen. Dan gaan we het allemaal volgen. We gaan luisteren naar de beloftes. Die 4 jaar geleden zijn er ook beloftes gedaan. En daar moeten we naar gaan kijken, wanneer je voordat je naar die stembus gaat, wat van die belofte... zijn ingewilligd of vervuld in 2025, in die 5 jaar. De andere partijen die nu weer aan de macht wil komen, zoals de NDP, gaat u zich afvragen in die 10 jaar, wat hebben ze beloofd en wat is van terechtgekomen? ABOP, IDEM, PLB, IDEM. Dat zijn de 4 partijen, NPS, VHP, die NDP daar in het machtscentrum hebben gezeten. Al tig jaren. En onze gebouwen zien er niet uit. Tig jaren zien onze gebouwen er niet uit. Maar u wil weer terugkomen. Komen P. Fudusang. Het is te gek voor woorden. En het is eigenlijk een belediging ook nog aan de intelligentie van de kiezers. Waarom in godsnaam zou ik weer voor jou willen kiezen dan? Omdat je wat hebt gedaan. Er is geïnvesteerd in onderwijs? Oh ja, oké. Okay. Er is geïnvesteerd in gezondheidszorg? Oh ja, waar? Wanneer? Die vragen moeten kiezers gaan stellen. En hopelijk komen er gewoon debatten waar we ook deze vragen concreet kunnen stellen. Komen met feiten. U was toen lid van DNA. U was daar al, zat in een vaste commissie van gezondheidszorg. Wat heeft u gedaan? Ten aanzien van de one-stop shops of zo. Die zijn toen ook door deze regering gestopt. Door de vorige regering ingevoerd. Goed systeem. Het werkte. Waarom heeft u dat afgeschaft? En wil u nu terug om wat te doen? Dat soort vragen moet je hebben. Goedemorgen Alan. Het ergste moment van elke campagne is wachten tot de zon opkomt op de ochtend van de strijd. Ben zegt, volg het geld. Follow the money. Ja, en het is gewoon helemaal triest om te zien, nogmaals, hoe je eigenlijk gewoon voor de maling wordt genomen, waar je bij staat. Gewoon weer bij komt kopen, wil je me laten zien dat het knollen, citroenen zijn, terwijl het gewoon knollen zijn die je me wil verkopen. Daarom is het belangrijk, want het is de kiezer. En het is ook die burger die meewerkt aan die corruptie. Het is ook de burger die bij sociale zaken ervoor gezorgd heeft, de ambtenaar, dat geld niet is terechtgekomen bij de mensen die het nodig hebben. En elke keer weer een commissie die het gaat controleren. De president heeft laatst gezegd, er is nu een taskforce om te gaan kijken waar het er ligt. Oh mijn hemel, met welk rendement al die commissies. Goed. Ik wil geen pion in een politieke campagne zijn, zegt meneer Prakash. Nee, ik ook niet. Je moet wel weten, waar sta je voor? Wat heb je gedaan? Concreet. Wat is uw partijprogramma? Wat staat er in uw partijprogramma? Concreet ten aanzien van onderwijs, gezondheidszorg en ons sociale vangnet. En onze veiligheid bijvoorbeeld. Of onze infrastructuur. Zoveel dingen die je kan meenemen in je programma. En je hoeft niet op alles uitgebreid, maar neem 2 of 3 speerpunten. En zeg je, daar ga ik me op concentreren als partij, dat is waar we ons hard voor willen maken. En kom niet praten terwijl je daar hebt gezeten om een jari en niets hebt gedaan. Of vrij weinig hebt gedaan. Dan heb ik geen geloof. Oké, ik ga mijn collega vragen om over te gaan naar een pokoe voor me wil laten horen. Zodat ik even mijn laatste onderwerp. Want we stoppen vandaag om 9:30. Omdat ik ga naar ADEC. Daar is de
certificaatuitreiking van de masterclass die SEC heeft gestart. We hadden heer Orlando Ormberg hier woensdag. De Suriname Energy Chamber. Die heeft gezegd, we gaan niet wachten. We gaan beginnen. We gaan ervoor zorgen dat onze mensen in die verschillende bedrijven ready zijn. Die is begonnen. We gaan een masterclass geven. Mensen uit het binnenland, uit het buitenland hebben lessen verzorgd. Mensen hier hebben lessen verzorgd. En ik heb heel veel mensen gezien. Er waren van mij 3 vrouwen. En het is geweldig om te zien dat die bedrijven ook beseffen, we moeten investeren. Je moet nu investeren om later de vruchten ervan te plukken. Helaas, zijn heel veel van onze politici niet zo. Die denken niet in termijn van 15 of 10 jaar. Nee, die denken alleen maar in de termen van 5 jaar. En die willen zo snel mogelijk hun zakken vullen. Dat is wat er gebeurt. En ik heb geen namen genoemd, maar als ik namen zou noemen, dan zouden ze me kunnen aanklagen. Maar ik blijf het eventjes algemeen houden. Maar misschien moeten we werkelijk overgaan, want anders doe ik het ook wat iedereen doet. Dat we dingen zeggen. Maar iedereen zegt van, ja, als je praat, dan wordt ook wat rancune is er. Ik heb nog nooit iemand gezien die me... Ik heb gisteren gesproken met een jonge man. En ik kan niet te veel van zeggen, want hij is nog bezig met arbeidszaken. Die ontslagen is. En als ik naar alle papieren kijk, alle stukken kijk, onterecht. Onterecht. Ook dat is ook... Geen goede code of conduct. Want er zijn regels, u kunt niet de regels vertrappen omdat u een probleem heeft met meneer A. Is dat wat we doen, hè, trouwens, toch? We laten mensen thuis zitten omdat we gewijzigde beleidsinzichten, heet dat. Dat is ingevoerd van mij onder de regering Boutersen. Was dat die uitspraak? Gewijzigde beleidsinzichten, dan zet je mensen thuis met een mooi woord. Maar gewoon omdat ze van een andere partij zijn of omdat ze niet goed genoeg waren, dat kan ook. Maar moeten mensen die niet functioneren, moet je ontslaan, moet je niet thuiszetten. Want je moet ze betalen toch nog steeds. Dat kost het land alleen maar geld. Gewijzigde beleidsinzichten, ook zo'n vaag bericht. Wat is dat in godsnaam? En we hebben het allemaal gepikt. Gewijzigde beleidsinzichten, mensen, gewoon honderden thuis. Nu, idem dito, worden ook weer mensen thuisgezet. Omdat ze van een andere partij zijn, omdat ze van de NDP zijn. Of omdat ze, als ze niet functioneren, ontsla ze. Als ze saboteren, ontsla. Als je bewijs hebt, want je moet natuurlijk niet zomaar mensen ontslaan. Je moet naar arbeidszaken gaan en een toestemming vragen om een ambtenaar te ontslaan. Maar kom je dan met je feiten? Of doe aangifte? Nou, helaas. De enige reden die de politieke economie in beweging zet zijn hebzucht en de oorlog tussen de hebzuchtigen en de concurrentie. Leuk shirt, Gloria. En ook de achtergrond, matje, very nice me. Ja, hè? De achtergrond was er al, zoals ik al zei. En we zijn nu op de Stuwdam, zijn we. En ik zeg, ik zit bij de Staatsolie. En ja, Stuwdam, want daar heb ik toen ook een foto gemaakt. Heel mooi daar op die dam. Oké, dankjewel Zinnie. We gaan luisteren naar een pokoe en dan heb ik mijn laatste... Laat me nog even wat lezen. Alan zegt, met elkaar debatteren is de beste optie. Dan kan men met standpunten hun standpunten op tafel leggen. Precies. Alan, dat moeten we hebben. We moeten gaan debatteren met beschaving, niet door elkaar schreeuwen, zoals ze in het parlement doen. Laat elkaar uitpraten en kom dan met jouw tegenargument, gebaseerd op feiten. Dat moeten we doen, een gezonde debat. Maar die cultuur, dat kennen wij niet zo goed nog in Suriname. Dus dat moeten we gaan ontwikkelen, gaan introduceren. Laten we gaan debatteren met elkaar, luisteren. En ze deden het met die jongeren, hè? Kroetu heette het of zo? Toch? Kroetu? Dat zag je dat jonge mensen leerden om een beetje met elkaar in discussie te gaan. Oké, we gaan even luisteren naar een pokoe en dan kom ik weer bij u terug. Hi boy. Die schrijf nog maar begrijp, zij gebeurt in haar kondre boy. Het is niet goed, nu aan u al. Noma luku TV strong we baka Deina verkeer tu ote nak panya Set sanga sranan Agers lek alasane go fauja Maya we skull te set We se rusref ki den bakra Money e passe frey ondra tafra Corruptie e play one bigi rolja E funo luku ngon bosja Aki dis na wa bosko puf rasta One love wa bi flair ka makandra Asanko fur tumsi Adis no lop lakama, adis no lop kuli Adis no lop ingi, dis no lop yampanisi Da faf de sneisi, a poli
kuiti ke kirdes masai me kuiti tide ya minister tamara de puri alas ma wa make snel money dus ala mai gua go pussy posi de bero fanga ne fino de kanga usi on furi de boy e de weri de natro bisuti no mara ya nga dungru roit moro wa de ke lo buti a siti wa se cha frustrasi smai jompo bosho broti smai frede vwa kerki kerki smas refe hoigri wakai lukus masani distriki destroy kroiki wet man trombo numa bakrai wasis man goiti Boy, sai gebeur ja boy. Da ho, mi si tu oton nak panya dape. Mi de fallo. Sai strana strana. Na de pres ja. Dis na ekte pres. Mechato, yere. Sai strana strana. Sa strong we baka man. Hey, ofa nga wifi. Oye, mi de fna sabi ere, brada. Hey, bofonete. Mi sref na sap sas. Mi sref na sap sai gebeur. Mi gwa. Mi nema do nek shere, brada. Hey. Bow reka tak de prijs bosaka. No me yere tak prijs on opo baka. Ay mi gado mi masra, mi tata. Efi no lupu, ja, ye gua kolera. Sa wonya dide, samsa. Boy, sa wonya tamara. Ale isanga lusube, ale isanga sabakara. Asne ispatay hat mi futu. Beinam no ma waka, plus. Angre mas mi, plus. Ason faya me fuga. En a yoy kokis wanswot nyungwendi. Mi sitaka, rechte fude, konkenki. Boy, sorbelo, trawaf de ne denki. Tatoeer de heristi, nanga enki. Wakai weer umas ma plus, lek empi. Mij de gedrag des ref, lek boy. So so fet de feti. Look at them two ouders, des ref na pasensi. Vanaf maanden de da Facebook, telek ne disput. Alak chim chim sanja, na spa ede. Sma na trovi efi da libi of efi dede. A meisje swanger, blek tak ne gip page bere. Accept side alo egwef oso. Hey Frede, ome smaja ina kondre nyama onbere. Mwasa no momi wa aksa regere. Sai sana stranam. Isna fana fa president, komita fisa president. Ala den wansa de onze. Ala den ministers, voorzitters, directeurs. Sai sana stranam. Isna ala den mansa hi roof, jai vernietig ha kondre tok. Hey u stop man. Isna gi ala manja ina kondre. Ala manja ina kondre. Zij zang astrana. Zij gebeurt ja. Ik vind het nog sabier. Maar krijg wat is mijn boy. Bakra? Bar you. Mine brie. Bar me bakra. Oh. Ja, ik heb met verbazing geluisterd naar deze pokoe van de technicus die dat heeft geplaatst. En ik weet niet of u geluisterd heeft naar de woorden. Maar je zou denken dat deze pokoe gemaakt is nu. Deze pokoe is van 9 jaar geleden. 9 jaar geleden. Dus dan moeten we gevoeglijk vaststellen, als we luisteren naar die woorden, Saipsaasranang, de prijzen gaan omhoog, alles mij voeru, dat er niets is veranderd. Is drop the mic. Ik heb bijna 5 keer aan hem gevraagd. Wanneer is deze pokoe? Ziet u? Dat zijn ook weer feiten, hè? Dat zijn feiten. We zien deze pokoe zijn gemaakt. Net zoals Rahmat Ahmad Stam. Zijn pokoe is van nog way back. Van mij tijdens frontperiode. Is die pokoe waarmee ik altijd begin. Libi Contrangano. En zien wij, en dat bedoel ik met het patroon die we moeten herkennen. Voordat mensen diarree krijgen, want ik praat alleen maar over Bouterse periode. Rahmat Ahmad Stam was tijdens front volgens mij die pokoe gemaakt. En dan heb je ook nog Scrappy of Crappy. Scrappy heeft ook volgens mij tijdens front een pokoe gemaakt. Dus we zien het patroon. Kijkt u. Zip Zero verandert. Niks is veranderd. Ik ben echt flabbergasted. Flabbergasted mensen. Dus wanneer mensen me komen vertellen dat toen beter was en Chan is slechter. Dan zeg ik, kijk u naar deze pokoes. Waar komen deze pokoes vandaan dan? Deze pokoes zijn ontsproten, zijn ontstaan, zijn geschreven vanwege een bepaalde situatie in het land. Daarom zijn die pokoes geschreven. Dus wanneer we mij willen laten geloven dat het toen beter was, dan zeg ik nee, kijk u maar. En natuurlijk waren er een paar dingen beter. Op een bepaald gebied hadden we, waarschijnlijk was onze gezondheidszorg niet zo slecht als nu. Misschien als onderwijs, maar we hebben alles onder de tafel geschoven. En worden maar geleend geld om tegenaan te gooien. Maar die geldkraan, dit tapoe, dan konden we zien van, hé,
We hebben eigenlijk helemaal niks van onszelf. We hebben niets opgebouwd. Deze pokoe is van 2015, 2014. Omdat er geen anticorruptiewet is. Er is geen wet openbaarheid van het bestuur. Er zijn geen consequenties. En wat erger is, mensen, het is de burger. Het is die Surinamer die hiervoor kiest. Dus eigenlijk moeten we niet klagen. U moet vooral niet klagen, maar ja, maar bita. Dat je go baka, mek atrawa kong, fu naki etewale sitapi ede. Dat je ook, oh, mijn hoofd doet pijn. Maar je hebt er zelf voor gekozen. Dus die burger is medeverantwoordelijk. Niet alleen de politici. Niet alleen, want ik, als ik kan proberen om de baas te spelen ergens, dan ga ik het misschien doen. Want in ons, van ons allemaal, zit het slechte in ons. We hebben allemaal een donkere kant in ons. Hè? En dus welke je voet. Maar als we elke keer die gelegenheid geven, het is de kiezer die de gelegenheid geeft, hoor. En niet de kiezer die afstraft. Ja, volgend jaar gaan we weer afstraffen, want dan zal Chan waarschijnlijk niet zoveel zetels halen. Maar dan gaan we voor wie gaan we weer kiezen? Weer voor diezelfde, uit diezelfde pot? Nyan Patu, zoals de president, ex-president het heeft genoemd. Die Nyan Patu gaan we weer kiezen uit een van die rommel. Gaan we weer eentje kiezen om het goed te doen, terwijl ze al bewezen hebben. Hun staat van dienst heeft al bewezen. U kunt het niet. Venetiaan heeft, moet ik zeggen, na de coupperiode en na die moorden en na een hele slechte periode, is het hem gelukt uit het dal te kruipen door een strak regime en te hebben. En hij had een goede governor en hij had een goede minister van Financiën. Je moet een team hebben van mensen die begrijpen. Maar je kapot, Ibelis, je pot boebe met Chorino, voor Leiwan Kondre. Alles maar kan trouwen minister. Alles maar kan trouwen beleidsadviseur. Even iedereen noemen in een partij. Ik ben loyaal, ik ben Jimoni, dat je troon, je dochter troon, DNA leidt, je zoon traditie. En dat doen we. 50 jaar is dit het rendement. Ik moet zeggen, ik ben totaal. Ik heb hem gevraagd. Ik zeg, wat is deze? Ik denk, deze boek is van nu. Nee, mevrouw, 9 jaar geleden. Omdat de corruptie is er van alle tijden is en daarom zijn deze liedjes nog steeds relevant. Is toch triest? Is toch triest? En dankjewel Verdals dat je deze pok hebt laten horen. Maar, maar eigenlijk maakt het me alleen maar verdrietiger. Ik denk, mensen, kinderen, we leren dus niks. Let op volgend jaar wat er weer zal gebeuren. Dan ook al klagen naar mij, want Jugostem, tap de... Ik zal het maar inslikken, anders word ik er streng aangekeken door mijn collega daar. Degenen die klagen over vroeger was beter, houden selectief denken. Ja, houden van selectief denken, inderdaad. Eigenlijk denken ze niet, dat is het probleem. Inderdaad, ik sprak dus afgelopen... Wanneer is vandaag? Wanneer is vrijdag? Dinsdagavond, denk ik. Was ik met een paar mensen... bij het Murphy's, daar bij de mall. En hij sprak met iemand die zei tegen me van, hey, fijn u te zien, ik ben een bautist. Ik zei, nou top. Ik denk, oké, is goed. En we zaten over de politiek te praten. En wat me opviel, wat me eigenlijk bijna heeft gedemotiveerd, is de reactie dat alles goed was. Dus ik zeg, heb je kinderen? Nee. Ik zei, jij bent dus een vader zijn die zijn kinderen niet corrigeert, maar wel van de buurman wil corrigeren. Terwijl je eigen zoon of je dochter doet een verkeerd zijn, maar hier is je, want dat is naar jou. Ja, zoals de mensen van Chan. Alles praat dus goed van Chan. Dat is niet goed. Of alles van Finn of alles van Weidenbos. Ook al houdt u van iemand dan, juist omdat u van iemand houdt, moet u ook gewoon kunnen benoemen. Daar loopt die persoon mank. Ik weet waar ik mank loop, hoor. Ik weet waar ik mank loop en ik praat het ook niet goed. Ik ga het niet rechtvaardigen. Ik moet eraan werken. En mijn zonen, ik ga niks van ze goed praten. Het is echt ongelooflijk, dit nummer. We gaan het vaker laten horen. En ik wil die ander ook horen van Rahmat. En Scrappy, no? Scrappy heet die Scrappy. Ik weet niet van welk jaar dat was. Maar we gaan het horen. Misschien dat de mensen wakker gaan worden en zeggen... Hé, Nasref Sanion. Same old S, zoals ze zeggen. SOS. De onwetendheid van een kiezer in een democratie schaadt de veiligheid van allen. Nee, het is eigenlijk kunnen we niet meer spreken over onwetendheid. Kan je die pokken voor me zoeken van Scrappy? Scrappy. Ik denk dat we
Dankjewel voor deze pokoe. Ik denk, hij heeft me op een idee gebracht. We gaan dit doen, want we gaan laten zien. En dan gaan we kijken wat er is veranderd. Hè? Want we horen deze meneer net praten over de prijzen in de winkels. Hij sprak over dat mensen worden benoemd en er wordt niks gedaan. Hij sprak over het vechten op scholen. Dan zou je moeten gaan kijken, zijn deze onderwerpen ook echt opgepakt door de verschillende politici, door de verschillende politieke partijen? Want die, als het goed is, speel je in op het moment van wat er speelt op dat moment. Dan ga je inzoomen. Heb je die pokoe? We gaan luisteren naar Scrappy. Ik weet niet van welk jaar. Hij gaat me zo vertellen. Zat voor mijn huis te chillen, ja met een tamar in de sap. En zag een oude vrouw langs lopen met één marktas. De ochtendzon was fel, haar tas leek wel zwaar. Ik liep haar toe, sprak haar aan en droeg haar tassen voor haar. Ze zei, Daantje mee boy, ik vind het een grote eer. Die geworden zijn ze druk, ze helpen niet meer. Het leven was zwaar, mijn portemonnee wordt licht. Ik heb gewerkt voor het land, toch is mijn oro geld niks. Ah nee, goyer en boy, je hoeft het niet te vragen. De druk is groot en heb niemand om over te praten. Heb mijn lieve man voor maar moeten begraven. Ze stopt voor de straat, keek me volle moed aan. In de hoeken van haar ogen verscheen er een dikke traan. Het raakte me diep, maar ik begreep haar pijn. Een oude vrouw met zoveel leed kan ook nooit goed zijn. Huh? Damn, loco, sami con resetti. Tene cru tumoro, ma den effetti. We crei, strana grong e crei. Sami kondre wani, denge brokko moro lesa den prani. We krei, stranan grong e krei. Het gaat niet goed in Suriname, dat weten we. De meest gestelde vraag nu is wat eten we. Er wordt gesproken, maar niemand kan het regelen. Iets gaat heel erg fout, daarom zijn we al boete. We doen ons voor als één land, maar zijn verdeeld in groepen. De meeste negers zijn bang voor een hindoe-leider. Een Maron-president willen de hindoes mijden. Meidengroepen laat zich niet door Javanen leiden. Het land slaapt niet, nee, want er is wat aan de hand. Eén etnische groep met veel macht is gevaarlijk voor het land. En mijn politieke leiders doen vaak gierig. Zien mijn volk als kadaver en zij als gierig. Praten hoog Nederlands met hun laag denkniveau. Zien er slim uit in hun pak, maar dat is heel vaak niet zo. Oppositie, coalitie, ach, idem dito. We moeten snel wat aan doen en ook sito, sito. De bloco sami condre seti. De necru tumoro ma den effetti. We crei, stranan grong e crei. Sami kondre wani, denge broko moro leksa de prani. We krei, stranan grong e krei. We werken 's morgens vroeg tot in de late uren. Wat we verdienen is om ons weer naar het werk te sturen. Ja, het is veel meer werken voor veel te weinig geld. Terwijl beleidsmaker falen voor heel veel geld. Mijn beste maat heeft me afgelopen dag gebeld en zei het gaat niet goed, Scrap, ik ga het niet meer halen. De euro stijgt en kan mijn huur niet meer betalen. De mensen voelen het, maar velen durven niet te praten. De hele tijd maar schuilen achter hun Facebook status. Je weet toch hoe het gaat, dus ik laat me horen nu. Omdat mijn land te zwaar heeft, dat meer dan 30% van mijn mensen in armoede leven. Dat is niet alleen mijn stem, maar het gehuil van het volk. Ik ben slechts een medium die hun pijn vertolkt. Hè? Huh? I'm better, mi homie. And what's up? Bibi kon tranga no. Bibi kon heavy no. Alibi lai som beni sorgo gidei na instra na. Do de tak you a wang, lo bi sweet stranang, bi ala jano ma vergiti na pres, pe un betang. So many natives ai ni prakseri, du no mas ribi. O many word du taki, ap sale quinti, uno be arki. So many arif salek, watra gwe fuso so.
sa okandu. Ay misrana. Goed opgeleide mensen worden nu vaak boos. Want op de schoolbanken kregen ze heel veel hoop. Nu ze werk gaan zoeken horen ze heel vaak nood. Er wordt vaak gezegd de jeugd is de toekomst van morgen. Maar de jeugd van gisteren zit vandaag vol met zorgen. Ik zie hogescholen werken in supermarkten. Terwijl oudjes met Milo diploma wetten maken. Het zijn bejaarde leiders met grijze inzicht. Hoe kan de jeugd zijn plek pakken als je met 70 in zit? Mijn land bloedt en lijdt aan economische pijn. Beloftes worden gebroken. Gebruik als pijnmedicijn, oh God. Kadomi e kariu mikpa of heet je Allah, Krishna of Jehovah. Met de oru e de mafu pip, luku saipsa o papa bengel. Kijk wat ze met het land doen, vader Lashman. Luku sa de dwanga kontre iden sumita. Kijk wat ze met het land doen, oh Eddie Bruma. Kijk wat ze met het land doen, papa Tauchi. Luku sa de dwanga kontre ube kree esteba mati de we kree again. Samakanenge. Mensen, ik heb echt goed geluisterd naar de woorden. Triest. En deze pokoe zegt mijn collega 2017. Dus de ene was 9 jaar geleden, 7 jaar geleden. We gaan ook verder voordat mensen maar gaan zeggen, ik praat alleen maar over Bouterse tijd. Dan krijg je ook weer die dombo's. Elk wel. Laten we dat maar niet zeggen, dombo's. Sorry. En dan is het broertje van Rahmat Amatstam, Marouf. Die zegt... Den brokom moro lik den prani. Mensen, ik kan bijna niks aan meer aan toevoegen. Het is triest gesteld. En gaan wij kiezen weer voor dezelfde mensen? Ook weer, deze pokoe is ontstaan vanwege een bepaalde situatie in het land. En deze pokoe was een hele bekende, toch? Het heeft, als het leugens waren die hij zong, dan zo mensen zeggen, zijn Leon, zo maar je dat gewoon lolo. Nee, het was de vertolking van wat er toen daar heeft afgespeeld, wat er toen leefde onder die samenleving. 2014, 2017. Rahmat is voor mij 2008. Of eerder. En Alan zegt, mooi nummer, spreekt boekdelen. Cindy zegt, daarom vind ik dat er een totaal ander soort coalitie moet komen. Ik ook. Dat is mijn persoonlijke mijn mening. Maar men kijkt erg naar populistische zaken. Ja, dat is overal in de wereld waar je mensen kunt betalen. En mensen verlaten hun moraal, hun morele kompas en gaan voor dingen. Van mij mag dit nummer, zegt Helga, Henna, de hele dag worden afgedraaid. Werkelijk Groschin. Ja, had ik ook net. En toen, Marouf dat zong, dat stukje van de brokken morrelijk den prani, had ik echt ook tranen in mijn ogen. Kippenvel inderdaad, helemaal. Shara zegt, toen ik 2 weken geleden aankwam op Zanderij en richting stad reed, was ik weer teleurgesteld. Zag gelijk dat er geen moer was veranderd. En daar was ik al bang voor. Ja. Het was... Wat erg, nooit was ik teleurgesteld als ik op vakantie kwam. Papa Tauchi is ook al zo eentje, hè? En die was onder front, hè? Denk ik. Ook iets van ontevredenheid? Oké. Haya William zegt, diep triest, Gloria. Ja, ik vind het ook. Eigenlijk om te huilen met elkaar te gaan zitten. Oh, go kree. Wat sranang grong, ik kree. Maar zou wij doen, we kree no mo? Of we God, change your hair, Sani. Change your hair, systeem. Wat dan ook kan toch dat we blijven zingen? En blijven vertellen van Kondre Pina, van... Wat zei die? Mensen met een mulo die moeten wetten maken. Mensen die niet eens goed kunnen praten. Ik bedoel, dat doen we nog steeds. Dat doen we nog steeds. Ik was laatst in Suriname, zegt Haya. Mijn hart bloedt. Ik was kapot. Hoe de toestand van de binnenstad eruit ziet. Wie of welke partij zal Suriname uit de ellende halen? Het zijn 1 of 2 in de regering die het beste van het land willen. Het gaat om eigen belang, niet om volksbelang. Zo is dat, wat ik ook altijd gezegd heb. Rancune speelt enorm in Suriname. We zijn immers maar met 60.000. Als een dorp bijvoorbeeld, inderdaad. Laten we dus hopen dat we beseffen, dat we gaan terugkijken en zeggen, no man, het heeft niet gewerkt. Allemaal hebben hun best gedaan, op hun eigen manier. Hebben ook goede dingen gedaan.
maar het was niet voldoende. Is dat wanneer je een man ontmoet en hij is lief, maar hij net dat ene ding doet hij niet wat belangrijk is. Dan ga je zeggen, ja, sorry papi, of sorry mami. Het is hem niet, want dit wat je, dit heb je net niet gedaan, wat juist belangrijk was. En allemaal teleurgestelde vakantiegangers, dat is niet mooi. Ja, ik had laatst, er zijn ook vakantiegangers hier. En ik sprak met die, zijn eentje is inmiddels weg en die zegt ook, ik ben teleurgesteld. Volgend jaar kom ik niet. Ja, sorry. Oké, ik ga maandag praten over het andere onderwerp, want ik ga afsluiten. Maar ik ga naar mijn collega kijken en ga hem vragen om meer van dit soort pokoes voor mij te zoeken. Ik ken ze niet allemaal. Ik heb natuurlijk de hele tijd ook hier niet gewoond. Ik vind dit een... Eigenlijk heb ik ook nu goed geluisterd naar de woorden. Ook die van de vorige. En dan word je echt niet vrolijk van, hoor. Ik moet heel eerlijk zeggen. Dan zou ik alleen maar zeggen, weet je wat, drop the mic. Laat dat ding, jongen. Ik ga naar huis. Zoek het uit met z'n allen. Pff, want we doen het zelf. Drop the mic. Inderdaad, drop the mic. Oh, man. En burgers die belang hebben bij etnische politiek moeten opzouten, vind ik ook. Stop ermee. Stop ermee met die polarisatie. Hindustan, Javaan, Creool, Maron. Un nonsens, Saranamang. Dat houdt ons tegen. Je houdt van de corruptie, je houdt de corruptie mede in stand en alle rotzooi die erbij hoort. En daarom volg ik bepaalde figuren niet. Dus op het moment dat je in die tory gaat, om iets alleen maar over Chan te vertellen dat het niet goed is, en alles goed praat van Boutersen of alles goed praat van Finne, terwijl ze allemaal in die pap hebben gezeten en allemaal hebben gefaald, dan kan ik niet met jou communiceren. Laten we eerlijk kijken van, deze president heeft dingen beloofd die hij niet heeft kunnen waarmaken. De vorige idem. Waarom blijven we kiezen voor deze mensen die 50 jaar de kans hebben gehad? Ze hebben de kans gehad, toch? Ik kan zeggen, je hebt geen kans gegeven. Je hebt de kans gehad. It doesn't work. Dus volgende keer gaan we wat meer in die richting om te gaan. En dan wil ik eigenlijk, wat ik weer ga doen, is dan ga ik werkelijk moeten gaan onderzoeken. Oké, wat was de koers toen? Wat was het probleem? En wat is de koers nu? Dat betekent dat ik moet gaan lezen. Ik moet gaan even inlezen, anders ga ik dadelijk zo weer nonsens vertellen. En ik wil, zoals u al zeggen, ons beleid is, we moeten ons wel bij de feiten houden. Dat is, daar staan we voor. En we gaan niet meedoen met sensatieverhalen. En zeker ook niet aan polarisatie. We gaan niet een bepaalde etniciteit hier verheerlijken of afzwakken of afbreken. Dat doen we niet. We zijn allemaal Surinamers. En daar staan wij als Stravazin Sarazonic TV heel sterk voor. Allen zegt Suriname moet gebaseerd zijn op een brede oppositie. Anders gaat er niets veranderen op politiek gebied. Ja, Allen, het is triest. Maar de feiten liggen daar. Ik ga eruit, want we gaan vanuit... als het goed is vanuit ADEC bij zijn, waar de certificaten worden uitgereikt. En dat is weer iets positiefs. Dat haalt me een beetje uit mijn mineurstemming nu. Om te gaan kijken daar ook bedrijven het belang in zien om te gaan investeren. Investeren onze eigen mensen, zodat we lokaal ready zijn voor wat er komen gaat. Oké, en dan gaan we luisteren naar de pokoe van Sranang. Want je weet, ik eindig en begin met die pokoe van Rahmat. En we eindigen met Sranang van Nedra. Dat is ook... erg. Wat zegt hij? Ik weet niet wat je... Huh? Twee. We gaan nu eerst een ander doen. Oké, we gaan nu eerst luisteren naar een andere. En ik zwaai af. Ciao. Kleine economie, we zijn een cash economie. En ik kan u verzekeren. Iedereen naar bewuster. Nooit meer goed dat trap. De contranga.
sap saip sanga strana te kontranga te kontranga te kontranga te kontranga mi stref no sap saip sanga strana te kontranga te kontranga te kontranga te kontranga mi stref no sap saip sanga strana te kontranga te kontranga te kontranga mi stref no sap saip sanga strana. Zoveel beloftes aan het volk, maar we krijgen niets. Integendeel worden we onderdrukt. Buitenlanders en rijk op iets. Suriname is zo aardrijk, ja, maar we bereiken niets. We worden nog steeds als slaven gezien, dus ja, we blijven niets. Protestactie na zomaar, comedie, politiek is vies. Scooter weer masker, intimidatie, ik zie je, maar je ziet me niet. En if de baard huis, des mij Fries, Bram, 1-1 is 3, wacht die. Huisden, Friese, Bram, 1-1 is 3. Code, Fernandes, maak de straat, Borovia, Baka, go. Translatie, bolletje, shwari, uitgang, mi plaka, go. Dat betekent jolla. Yolanda Roque Wassenaar, Krim Fosta, Asako, Wakti. Yolanda Wassenaar, Asako, de Contranga, de Contranga, de Contranga, de Contranga, de Contranga, de Contranga. Mi stref no sap saip sanga strana, de Contranga, de Contranga, de Contranga, de Contranga, de Contranga. Mi stref no sap saip sanga strana, de Contranga, de Contranga, de Contranga, de Contranga, de Contranga. Mi stref no sap saip sanga strana, de Contranga, de Contranga, de Contranga, de Contranga. Mi stref no sap saip sanga strana. Mi papi gidre wa dey furey wa Royce Royce. En plaats mi stonjai wa lantibus. Tessa royanga choice. Wo yo ma beef shopper. Mi no ma shopper na choy. Mi libi na lek examen. Ey bepaalt op multiple choice. Is het A, op zoek gaan voor een spoedbaan? Of B, hustle hele dag op de hoek staan? C, tromp voer maar en hoop dat het goed gaat. Of D, geen fase, zo blijven en hongerig doodgaan. Oppo kondre ma, kobo oppa kondre baka. Bondru anuka makandra, ushwit kondre esaka. Wamoro gezegend kondre note, leka kondre sranang. Meka situatie na kondre verander, no zo wat tromp Venezuela. Ik wens u hiermee een slapeloze nacht toe. Dank u wel. Sote mi ate sar sote ma mi sabita quante io co da cio crimbaca e mi sabita quante io co o come andrà di cavia le beghi. Iu amoro bun libi, mas raga de lucunu, mana vetan duta cru. Sana mi ati brutu, ti mi lucuiu. Sana emci vie pina sote. Condredi no abingi no anu loco sabe tu ve feta un strepi le ki crabo ni wabari de bigi swafu in den crepi e mu se fusari yeah. Sada mi ati brutu di mi
ti Srana yum seti delibi Tati me begi Wan srana